Alle spullen moesten in het water. En we hadden maar alleen maar kleding aan. Nee, ik kijk soms alleen naar de grappige momenten of zo. Wat zijn grappige dingen dan? Mijn broertje die in zijn luier stapt op een boot. 4 jaar geleden ontmoette ik Bandar. Hij en zijn gezin waren gevlucht vanuit Syrië, vanuit de plaats Homs, naar Olst. Hun oudste zoon Obaida vertelde 4 jaar geleden over hun vlucht vanuit Syrië. Via Algerije, Tunesië, Libië, Italië, Frankrijk en België kwamen zij uiteindelijk terecht in Nederland. Weet je nog hoe dat ging? Het was te gevaarlijk, want bijna elk jaar of elk maand kwam een bom op ons huis. En wij zaten bijna elk maand of elk dag in ons huis. Ja. Toen gingen we door naar landen. En kwamen. En toen als laatst kwamen we in Nederland. We gingen de hele tijd naar een andere stad en dorp. Het was niet fijn. Alle spullen moesten in het water. En we hadden maar alleen maar kleding aan. En als laatst, toen wij in Nederland waren, zei mijn vader, we gaan niet meer vluchten, we blijven hier, is het goed. Ja. En mensen willen dat de president van Syrië, dat hij slecht is. Ze willen dat hij weggaat en hij wil niet weg. Dus daarom maar doet hij dat. Ja, wat vind je? Moet hij weg? Ja. Gek aan zat, hè? Ja. Hè? Zullen we hem een keer aanpakken? Ja, dat wil ik wel. Ja, ik zeg tegen mijn vader, ik ga proberen te studeren als ik de president van de Syrië kan worden. Ja. Obaida, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Wat doe je nu dan? Nu? School? Ja, gewoon school. Ja? Ja, school, voetbal. En waar ga je naartoe, weet je dat al? Want je zit in groep? 8. In groep 8? Ja. Dus voortgezet onderwijs? Ja, bijna. Nou, wat gaat het worden? Boerhaven. Ik ga naar Deventer. Is de school Boerhaven. Dan ga ik eco-atheneum doen. Oké, eco-atheneum? Ja, dus zeg maar eco-lyceum. Dus zeg maar, dan doe je... wat je normaal doet in 5 dagen, doe je dan in 4 dagen. En dan heb je op de 5e dag een onderzoek, proef je zoiets. Zo, ben je zo slim? Ja, denk het. Jij zei 4 jaar geleden, weet je waarschijnlijk nog... Ja, dat ik president wou worden. Ja! Ja, dat is weg. Dat wil ik niet meer. Nee? Ik wil liever een astronaut worden of iets ruimtewetenschapper. Ja? Ja. Niks meer met die Assad te maken hebben? Nee. Ik wil gewoon iets met de ruimte doen. Ja, en destijds vertelde je ook helemaal die reis die jullie gemaakt hebben toen jullie gingen vluchten. Ja. Denk je daar nog wel eens aan? Of vind je dat naar? Of hoe kijk je daarop terug? Nee, ik kijk soms alleen naar de grappige momenten of zo. Wat zijn grappige dingen dan? Mijn broertje die in zijn luier stond op een boot. Die? In een luier stond. In de poepluier? Ja, ja. dat is dan waar ik aan denk, zeg maar. Maar voor de rest denk ik niet aan de stomme dingen of zo.